Jij hebt een voorstel gedaan in de vorm van een petitie. Wat houdt dat voorstel in? Ja, ik vraag aan de gemeente Amsterdam, en dat gaat dan via bestuurscommissie, om het mogelijk te maken om hier afval te recyclen als bewoner. Wat er nu vaak gebeurt is dat afval naast de container belandt of je zit ermee opgescheept totdat het weer vuil is. En er is heel veel afval wat je niet eens kan recyclen. Het gaat gewoon bij het restafval. De uitleg van de gemeente nu is, stap in je auto en rij naar de Seineweg 1. Dat is heel ver weg, dat is een afvalpunt. En daar staan 20, 30 containers waar je zo uit kan zoeken. Dat is piepschuim en dat is hout en dat is ijzer. En nou ja, prachtig, allemaal gerecycled. Maar ik geloof iets van 2/3 van de Amsterdammers die hebben geen auto. Dus dat is helemaal geen optie. Nou, en de meeste mensen die zitten dan met een afval in de maag. En een deel daarvan, die gooit het gewoon naast de container. Voordat het grof vuil is. En nou, dat geeft rommel. En je kan veel meer recyclen als je het mogelijk maakt om hier op fietsafstand te kunnen recyclen. En hoe moet ik me dat dan concreet voorstellen? Ik heb een oude stofzuiger die wil ik kwijt op zaterdagmiddag. Ga ik dan hierheen en dan word ik hier opgevangen? Ja, gewoon op de bagagedrager, dan fiets je hier naartoe. Ja. En dan staat er hier iemand voor de deuren van een container. En die zegt van, nou geef maar aan mij. En die gooit hem in die container in de juiste bak. En als die hele container vol raakt, dan gaat die hele container achter op de vrachtwagen naar de Seineweg. En daar gaan ze hem dan verder sorteren over alle vormen van afval. Maar moet er dan continu iemand aanwezig zijn? Ja, dat is dan zolang er vraag naar is. Maar als er niemand op komt dagen, ja, dan kan je ook de container dicht doen en dan kan hij weer binnen aan het werk. En als er iemand komt, nou, dan druk je op de bel en dan komt er iemand naar buiten om het recyclen mogelijk te maken. Als het een succes is, dan bespaar je heel veel aan inzameling, omdat mensen het hier naartoe brengen. Dat is ook een besparing. En als het geen succes is, nou, dan staat er een container een groot gedeelte van de tijd op de stoep hier. En af en toe dan belt iemand aan van, nou ja, ik heb een kapotte stofzuiger of ik heb een zak met gips of nou ja, iets in die geest. En dat wil ik graag wegbrengen. En de besparing die je daarmee kan krijgen is enorm. Ook omdat mensen kunnen dan zelf hier hun afval naartoe brengen op een tijdstip waarop het hun schikt. In plaats van dat het op straat belandt en nou ja, piepschuit waait alle kanten op en er wordt een bende. En dan moeten 3-4 mannen van de reiniging die moeten dat weer gaan opruimen. Vaak een dag of 2 dagen later nadat het geschiet is. En we weten ook dat als het eenmaal een rotzooi is, dan trekt dat extra rotzooi aan. Mensen denken van, oh, daar staat een vuilniszak. Kennelijk is die container te vol of wat dan ook. Nou, dan zet ik die van mij ernaast. Dan doe je de klep open en dan is die hele container leeg. Maar er is één iemand begonnen met zijn vuilniszak ernaast zetten en dan iedereen volgt. Dus dat probleem heb je dan ook opgelost. Kijk, het kan al. We staan hier achter het Stadsdeelweg. En hier is het mogelijk om je groene afval te dumpen. Dat is een beetje een geheimpje, weinig mensen weten ervan. Hier staat groen afval hier. En je tuinafval en zo, dat kan je hier al laten recyclen. En wie haalt dat dan op? De gemeente. Oké. Als het een berg is geworden, dan wordt het weggebracht.